De centrale ligging werd al meerdere malen genoemd, maar dan wel ook economisch en recreatief. Ik kan goed uit bij woorden komen, alleen ik ben een man en ik heb twee zonen. En hoe ik mijn zonen moet bewerken, dat weet ik wel, maar het probleem wordt straks mijn schoondochter. Promotie Veenendaal bedacht deze ludieke actie. Opa's en oma's krijgen vandaag les om zo hun kinderen en kleinkinderen naar Veenendaal te halen. Project Terug naar Thuis. Hoe bent u zo op dit idee gekomen? Nou, dat is eigenlijk omdat we onderzoek hebben gedaan naar de reden waarom mensen Veenendaal verlaten. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden omdat ze ergens anders gaan studeren. Als je studeert in Groningen, dan ga je niet heen en weer naar Veenendaal iedere dag. Maar op een gegeven moment zit je dan in je studentenkamer, je hebt een duurzame relatie en dan kom je op een ander moment in wat je dan als marketeer noemt je wooncarrière. En wil jouw partner of jij, die wil met jou praten over jullie kinderwens. En dan wil je ze vaak graag een huis met een tuin. En dat is het moment waarop we Veenendaalers weer terug naar Veenendaal willen halen. Komt u er een beetje uit? Wij proberen het. Want u heeft 12 unique selling points? Ja, we hebben 12 verschillende woorden waar we uit moeten kiezen. Ja, het is net als met schrijven. Schrijven is schrappen. Dus we moeten vooral opruimen en kijken wat we overhouden met elkaar. En we zijn nu in een discussie of het emotioneel moet of dat we het weer zakelijk moeten houden. En welke unique selling points heeft u al op uw papiertje staan? Bijvoorbeeld jonge leefstad, warme deken, winkelstad, een groen middelpunt. Dus dat zijn 4 voorbeelden die niet aan elkaar reiken. Dus eigenlijk moet u iets vinden waar alles samenkomt. Ja. Mensen komen dus niet terug naar Veenendaal, anders zou dit idee niet bedacht zijn, neem ik aan. Nou, we zitten in een luxe positie dat wij een groeistad zijn. We zijn nu met 63.000 inwoners in Veenendaal en we groeien door naar 70.000 inwoners. Dus omdat wij zo'n ambitie hebben, willen wij nog meer mensen naar Veenendaal halen en daar ook vertellen wat we te bieden hebben. En daar hoort dan zo'n actie bij. Wat schrijft u nou op, heren? Wat schrijft u nou schrijf op? We zijn er klaar. Hij heeft het opgeschreven. Ja. Wij gaan voor als new unique buying point, moet ik eens even denken, goed Nederlands, de lokale betrokkenheid. Het warme bad, waar ook de nieuwe directeur van de Valk het over heeft gehad. Dat als je hier in Veenendaal komt, merk je dat ook. De betrokkenheid hier is erg hoog. En dat in combinatie met de centrale ligging. We zitten hier op een uur rijden van Amsterdam. En u mag maar één punt kiezen, hè? Ik voeg het samen in één punt. We voegen het samen, centrale ligging met de lokale betrokkenheid. Dus dat noemen we heel snel. Ik praat in één punt aan elkaar en dan is het één punt. Kijk maar. Het is gewoon belangrijk om je eigen inwoners als ambassadeur in te zetten. Je kunt het als burgemeester de hele dag vertellen, je kunt het als citymarketeer vertellen, maar het allerbeste werkt het als gewoon inwoners vertellen hoe goed en hoe leuk het hier is en hoe divers het in Veenendaal is. En om dan te kiezen voor de doelgroep opa's en oma's, dat is natuurlijk een warme, sympathieke doelgroep waar je heel snel ook een gevoel van thuis en welkom bij krijgt. Ja, als die gaan zorgen dat hun kinderen en kleinkinderen weer naar Veenendaal terugkomen, terwijl ze hier opgegroeid zijn, ja, dat is natuurlijk gewoon super. En opa's en oma's die hebben ook wel weer iets meer tijd daarvoor. Dus die kunnen misschien ook hun vrienden en buren aansporen om hetzelfde te gaan doen. Dus zo creëren we een netwerk van ambassadeurs van Veenendaal. De verkooptraining gehad, wat heeft u er nou concreet van geleerd? Nou, wat je natuurlijk, er zijn toch weer op een hele andere manier leer je kijken en leer je argumenten. En met name het argument van de verkoopster, dus de Marloes, zeg maar. Van dat je dus moet proberen om te kijken wat voor type de mensen zijn waar je tegen praat. Denk ik, ja, dat is toch wel iets waar ik weer wat anders naar ga kijken.